Nou, in deze tweede video ga ik jullie laten zien hoe je die pagina's kan aanmaken in je website. Als voorbeeld gebruiken wij een website waarbij we een soort van voordeelpagina gaan maken voor een hotel. Dus waarop allerlei aanbiedingen te zien zijn. Moet dus een beetje flitsend worden. Een duidelijke pagina met een duidelijk menutje bovenin. Nou, allereerst om een pagina toe te voegen ga je hier links naar die knoppen toe. En eigenlijk als je er met je muis overheen gaat, zie je eigenlijk precies wat je daarvan kan verwachten. Nou, die bovenste noemen we pagina's. En als ik daarop klik, dan kan ik daar dus ook een pagina aanmaken. Nou, vanuit jouw ontwerp heb je, als het goed is, al een aantal pagina's beschreven die je in je website wil hebben. En die kun je dan hier gaan toevoegen. Nou, de eerste die wij voor deze opdracht gaan toevoegen is een pagina en die heet Last Minute. En zorg ervoor dat je ook altijd begint met een hoofdlettertje. Dat is wel zo netjes. Nou, dat is je eerste pagina die je hebt. Je ziet dat icoontje wat ervoor staat, ziet eruit als een document of als een pagina. Dat klopt ook. Je hebt altijd één pagina en dat is de homepagina. Dat is eigenlijk je standaard pagina waarop je binnenkomt. Nou, voor onze website willen wij die eigenlijk wijzigen. En dat kun je volgens mij hier doen bij instellingen. Kun je de naam aanpassen. En er staat ook bij dat dat uw startpagina is. Maar wij noemen hem even welkom. Dan komt hij straks ook zo terug in het menutje. Het is gewoon een kwestie van erop klikken. Nou, nieuwe pagina toevoegen. Want we willen meerdere pagina's hebben. Even kijken welke moeten we nog meer toevoegen. Een pagina aanbiedingen. Die gaan we toevoegen. En nu kun je meteen zien. Ik wil als eerste de pagina welkom hebben. Daarna de pagina last minute. En dan kan ik die op deze manier gewoon verslepen. En dan komen ze een beetje mooi op volgorde te staan. En als ik nou weer een nieuwe wil toevoegen. Nou, die zal die willekeurig ergens neerzetten. Ik wil een pagina aanbieding 1 hebben, want dat wordt een soort van subpagina van de aanbiedingenpagina. En zo ook een pagina aanbieding 2 en een pagina aanbieding 3. Ik ga zo laten zien hoe je die pagina's als subpagina's kan instellen. Vervolgens wil ik nog een pagina en die heet de omgeving. Ik ga ook laten zien wat er allemaal in de omgeving te doen is van het hotel. En een pagina met de contactinformatie, dus die noem ik contact. Nou, daar begin je dus altijd mee. Hè? Je hebt nogmaals vanuit je ontwerp, als het goed is, al een soort van wireframe gemaakt. Dus een soort van schetsje, ontwerp van welke pagina's je in je website wil hebben. Nou, begin met het aanmaken van die pagina's. Dat hebben we nu dus gedaan. Nou, de volgende stap is, kan ik er even naast klikken en dan gaat het menutje weer weg. Want je ziet nu nog eigenlijk niks veranderen. Nee, de volgende stap is dat we nu een menu gaan toevoegen. En dat doe ik door hier op dat plusje te klikken. En dan zie je dat er heel veel objecten zijn, zo noem ik ze maar even, die je kan invoegen. Bijvoorbeeld stroken, teksten, afbeeldingen. Nou, het staat allemaal in het Nederlands, dus je kan even er allemaal doorheen lopen wat het allemaal is. Experimenteer er ook een beetje mee. Maar voor deze, op dit moment gaan wij zelf een menutje toevoegen. En dan kun je hier dus verschillende soorten menus kiezen. Wat je maar wil, verticaal, horizontaal. Er zit van alles tussen. Nou, ik vind vaak less is more, dus ik vind deze op zich wel oké. Nou, er staat bij sleep. Wanneer komt die? Sleep naar de pagina om in te voegen. Nou, dat ga ik dus doen. Dus ik ga mijn knop ingedrukt en ik sleep hem hierboven naar mijn koptekst. En dan laat ik hem los. En wat je nu ziet is dat hij automatisch dus al die pagina's al toegevoegd heeft. Nou, super simpel. Hoef ik dat niet meer te doen. Het enige is, ik had subpagina's. Aanbieding 1, aanbieding 2. Die moeten eigenlijk als subpagina onder deze aanbiedingen pagina vallen. Nou, en hoe doe ik dat? Dat doe ik door hier op de knop menus beheren te klikken. En dan kan ik hier heel simpel zeggen, hem sleep ik daar naartoe. Moet ik even goed doen, dat ik hem goed erboven hou. En vervolgens heeft hij daar subpagina's van gemaakt.
Mocht je nou verkeerd slepen, bijvoorbeeld, hè, ik zet hem gewoon onder die last minute, dan kan ik hier gewoon weer op klikken. En dan zeg ik verplaatsen uit submenu en dan haalt hij hem er weer uit. En dan zet ik hem daar weer. Nu zie je meteen het volgende probleem. De volgorde is niet goed. Ook hier binnen kan ik gewoon slepen en hem goed zetten. En nu heb ik dus eigenlijk mijn hele menustructuurtje al goed in elkaar zitten. Dus ik kan ernaast klikken en dan ziet het er goed uit. Nou, zeg ik bijvoorbeeld, ik wil dit wat smaller hebben. Nou, dan kan ik daar gewoon aan gaan trekken. En die kan ik ook gewoon verplaatsen. En je ziet af en toe van die hulplijntjes erbij komen die dan aangeven wanneer zoiets in het midden staat. Nou, dat is alleen maar makkelijk. Voor de rest, navigeren. Nou, dat is eigenlijk een snel linkje naar hier, dit knopje. Die staat er altijd. Als ik bijvoorbeeld naar een andere pagina wil, want ik ben dan nog steeds. Oh nee, ik zit nu op mijn contactpagina te werken. Dus dat betekent dat dit gedeelte nu de contactpagina is. Als ik bijvoorbeeld terug wil naar mijn welkomstpagina, kan ik hier navigeren. En dan zit ik op mijn welkomstpagina. Ja, ziet er nou nog een beetje onduidelijk uit, omdat al die pagina's natuurlijk nog wit zijn. Maar dat straks, als je die gaat invullen, dan zul je daarmee moeten gaan werken. Ik was nog even met een minuutje bezig. Als ik erop klik, nou, dan kan ik hier indelingen in aanwijzigen. Nou, hoe de tekst bijvoorbeeld uitgelijnd moet worden, of alle items even groot moeten zijn. Items vullen in het hele menu. Nou, daar mag je zelf mee experimenteren hoe dat allemaal werkt. Dit is om het ontwerp nog te veranderen. Hè. Je hebt dus straks gekozen voor een simpel ontwerp. Nou, dan kun je nog later aanpassen naar iets anders. Als je er met de muis overheen gaat, zie je ook meteen dat alles verandert. Nou, dat zijn allemaal dingetjes die je nog kan doen. Een animatie toevoegen, uitrekken. Ja, dat doen we eigenlijk niet. Als je dat interessant vindt, kijk je daar even naar. Nou, zo beginnen we dus met het menu. Deze linken dus automatisch ook naar de juiste pagina. Ja, als je ooit iets hebt toegevoegd en je denkt, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet, kun je hierboven op voorbeeld klikken en dan krijg je eigenlijk een soort van voorbeeld website pagina. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld bij die aanbiedingenpagina dat submenuutje open klikt wanneer er met de muis overheen gaat. Dus zo ziet mijn website er op dit moment uit. Ja, het is nog niet veel, maar het is een begin. Volgende punt wat ik in die koptekst wil hebben is een logo. En een logo kun je toevoegen door ook weer hier naartoe te gaan, toevoegen, dan kies je voor afbeelding. En dan moet je even goed kijken wat je moet doen, want je kan mijn uploads, collecties of social media. Je social media krijg jij, kun je foto's vanuit bijvoorbeeld Instagram koppelen. Collecties zijn bestaande afbeeldingen van Wix die je kan kiezen. Nou, daar kun je gebruik van maken. Je kan ook zelf afbeeldingen downloaden en gebruiken. Nou, even terug hier naartoe, want wij zijn een aanbiedingswebsite aan het maken voor Hotel Krimpen. En er is een bestaande website van. Dat is deze website. En er staan al afbeeldingen op, er staan al teksten op, er staan al een logootje op, die we kunnen gebruiken ook voor onze andere website. Nou, als je foto's wil hergebruiken vanaf deze website, dan ga je dus naar zo'n foto. Dan klik je dan met je rechtermuisknop op en dan zeg jij afbeelding, opslaan als. En dan kun je die downloaden, bijvoorbeeld in je downloads map. Nou, je ziet, ik heb hem er al een keer in staan. Nou, vervolgens klik je op opslaan en dan zal hij hem ook toevoegen. Nou, om die vervolgens te gebruiken, ga je weer terug naar je Wix-editor. Ga je dus naar dat plusje toevoegen, kies je afbeelding en dan ga je naar mijn uploads. En dan krijg je een nieuw venstertje te zien waarin jij al jouw bestanden kan toevoegen. Nou, hoe upload jij jouw media door hier op die knop media uploaden te klikken? En vervolgens kun jij eigenlijk vanaf jouw computer de bestanden inladen die je wil gaan gebruiken. Nou, ik selecteer ze in één keer allemaal die ik nodig heb. Ja, die kun je altijd op elk moment toevoegen of weghalen. En ik zeg openen en vervolgens worden die hierin geüpload. Je ziet hier dat ze aan het uploaden zijn. En vervolgens worden ze eigenlijk in jouw websitebestandenmapje toegevoegd. Dat kan ik even wegklikken. Nu kan ik deze bestanden gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld dit logo wil ik gaan toevoegen aan de website. Nou,
Die zal je dan op een willekeurige plek toevoegen. Geeft niks, want die kan ik gewoon weer gaan verslepen en bijvoorbeeld hier naar mijn context zetten. Daar wil ik hem hebben staan. Even een voorbeeldje bekijken hoe het er nou uitziet. Nou, je ziet nou dus mooi, we hebben al een mooie kop. Welkom, als ik daarop klik gaat hij naar last minute. Ja, je ziet nog niet veel gebeuren nogmaals, omdat die pagina's nog leeg zijn. Maar je ziet wel dat dat logotje altijd blijft staan. Zo ook voor hier beneden de voettekst. Want je hebt dus een koptekst die altijd op elke pagina aanwezig is, maar ook een voettekst. En bij die voettekst wil jij bijvoorbeeld je contactinformatie van het hotel hebben staan. Nou, die kan ik ook gewoon kopiëren vanuit hier. Dan ga ik dus bijvoorbeeld hier naar beneden, naar de pagina contact. En dan kopieer ik die tekst. En dan wil ik die hierin plakken. Nou, doe dat niet meteen plakken, maar zeg gewoon ook weer toevoegen. Tekst. Kies bijvoorbeeld een titel of een paragraaf. En een paragraaf is eigenlijk dat je een soort van tekstveldje krijgt. Nou, in dit geval kan ik bijvoorbeeld... Welke zou ik willen? Dit zijn ook wel paragrafen. Nou, deze bijvoorbeeld. Nou, die kan ik nou hier heel moeilijk naar het tekstvak of naar de voettekst slepen. Maar je ziet als ik hem tegen die onderste lijn aanhaal, dan komt er een plaatje bij te staan naar voettekst plaatsen. En als ik daarop klik, dan ploep, gooit hij hem in de voettekst. Nou, dan wil ik mijn eigen tekst nog in. Zetten, dus ik doe even dubbelklik en dan doe ik Ctrl V of plakken en ik plak de tekst die ik wil hebben erin en vervolgens zet ik mijn voettekst waar ik hem wil hebben. Wat ik nu eigenlijk heb is een hele brede of een hele hoge voettekstlijn. Die kan ik gewoon aanpassen door hieronder zeg maar omhoog te schuiven. Alleen deze moet ik dan even omhoog zetten. Nog even dat hij netjes staat en dan kan ik deze smaller maken. Even zorgen dat hij mooi toch wel wat witruimte eromheen heeft zitten. Wat ik mooier vind trouwens, en dat is ieder voor zich, is dat die tekst nu naar die kant uitgelijnd is. Nou, als ik dat wil gaan doen, dan klik ik op tekst bewerken en dan kan ik hier gewoon van alles aanpassen. Bijvoorbeeld het lettertype, de tekstgrootte. Ik kan het dik gedrukt maken, schuin zetten. Maar je kan ook een tekst uitlijnen naar rechts. En dat vind ik in dit geval wel net iets mooier. En voor de rest zijn er nog heel veel dingetjes die je ermee kan doen. Maar dat mag je ook weer zelf uitzoeken. Wat wil ik nog meer in mijn voettekst hebben? Ik wil ook nog even kijken wat hebben we nog meer in de aanbieding. Bijvoorbeeld social media knopjes wil ik toevoegen. En wat vind ik dan mooi gekleurd? Nee, ik vind dat zwart-witte wel mooier. Dus dan pak ik die. Ik aan, die kan je er volgens mij ook naartoe. Dat geldt ook weer, sleep hem naar die onderste lijn en zeg naar voettekst plaatsen. Waarom scrolt hij naar beneden? Natuurlijk omdat je jouw pagina gedeelte hoog mogelijk kan maken. Even kijken, wil ik dan hier in deze hoek hebben, een beetje zoals die. En dan kan ik die knoppen ook instellen, want ik heb helemaal geen Pinterest account, dus die mag weg. En ik heb geen Twitter en ik heb geen YouTube, ik heb wel Twitter en ik heb Instagram. Nou, doe het op deze manier. Die wil ik hebben. En even kijken, hier zou je de linkjes kunnen aanpassen. Nou, voor deze opdracht heb ik eigenlijk nog geen Facebook account, dus even gewoon voor de voorbeeld. Dus die hoef ik ook nog niet in te vullen. Create en vervolgens kan ik volgens mij bij indelingen kan ik ja die afstand tussen die pixels groter of kleiner maken, maar ik kan ook de pixelgrootte aanpassen en ik vind als ze iets kleiner zijn vind ik ze wel mooier, dus dan zet ik ze weer mooi uitgelijnd en dan vind ik het goed. Nou, een keer naar het voorbeeld, hoe ziet het er nou uit? Nou, je ziet onderaan heb ik dus altijd mijn adres staan, altijd die knopjes naar mijn social media en bovenin staat altijd mijn tekst. Daar wil ik nog één ding van laten zien van die tekst. Jij kan die, als ik erop klik, hè, dus dan selecteer ik niet die afbeelding of dit menu, maar dan klik ik gewoon op de achtergrond en dan selecteert hij de tekst.
Dan kan ik wat instellingen wijzigen. Dan kan ik sowieso het ontwerp wijzigen. Dan kan ik hem een kleurtje geven. Als ik met de muis overheen ga, ga je het ook zien wat er dan gebeurt. Nou, in dit geval wil ik dat niet, want ik wil dat hij er ongeveer uitziet zoals mijn hoofdpagina. Ik wil wel even laten zien dat je bij het scrollen de tekst ook kan laten verdwijnen. Dus als je bijvoorbeeld beneden scrolt, dan kun je zeggen van hij moet blijven staan. Zo staat hij standaard. Dus dat hij weggaat als je naar beneden scrollt. Je kan hem ook vastzetten. Het effect is dan, als ik nou naar het voorbeeld ga, is als ik nou naar beneden scroll, ja, je ziet het bijna niet, is dat hij altijd in beeld is. Nou, dat kan makkelijk zijn voor deze opdracht. Doe ik het even niet, maar het is maar net smaak wat je mooi vindt. Nou, tot zover even over die koptekst en over die voettekst. Voor een filmpje zal gaan over het vullen van die pagina's. Dus tot zo.